Vandaag gaan wij een experimentje doen. Het meest klassieke aasje ter wereld. Hoppa. Dit zijn Dendrobena's, Canadese dauwpieren. De grootste wormsoort die wij als aas aan te bieden hebben. Smijt echt grondbaars dan. Zo, gast! What the fuck? Wat is dit dan gek? Dennis, oh my... Nee, joh! Gast, ik geloof het nooit. Hey, hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij een experimentje doen, want wij, Dennis en ik... gaan kijken wat wij in Amsterdam kunnen vangen met wormen. Het meest klassieke aasje ter wereld. Wij hebben twee soorten wormen bij ons. Kijk. Dikke vette wormen, jongen. Kijk. Hoppa. Dit zijn Dendrobena's. Dit zijn superwormen voor het witvissen, maar ook voor baarzen en ja, andere dingen. Het zijn eigenlijk een beetje middelgrote wormen. En hebben wij ook nog joekels bij ons, hè? Ja. Dit is de worm die het meest wordt gebruikt in het feedervissen. Ja. En we hebben ook nog... Oh my god. Dit zijn slangen, jongens. Canadese dauwers. Canadese dauwpieren. De grootste wormsoort die wij als aas aan te bieden hebben. Het is een... Ja, zijn groot. Wij gaan ons best doen om hier wat mee te vangen. Het is een leuk experiment vandaag, want er zwemmen hier zoveel vissoorten die wormen kunnen eten. Ik ga even het lijstje opnoemen. We beginnen met bot, baars, snoekbaars, brasem, koolblij, misschien wel een blankvorm. Winden zitten hier, dikke winders. Er is hier zelfs een keer een striper gevangen. Zit hier van alle snoek zou je nog kunnen vangen. Dus een aantal witvissoorten, een aantal roofvissoorten, zelfs een aantal zeevissoorten. We vissen op het Noordzeekanaal. Dat ligt achter Amsterdam, achter Centraal Station. Tot en met IJmuiden. En ja, vis kan er heen en weer zwemmen. Dus er zit ook zeevis. Het is op dit moment nog gesloten tijd. Maar over een weekje, dan mag het weer met kunstaas. Wij gaan vandaag even met wormen kijken. Dit is iets wat ik nooit doe in het begin van het gesloten seizoen. Dan laat ik de vissen met rust. Maar inmiddels zijn de baarsen, de snoekbaarsen en de snoeken allemaal lekker afgepaaid. En wij gaan kijken wat wij kunnen vangen. En hoe ga jij starten, maatje? Laat eens zien. Ik denk, ik doe stiekem snel van de vis vangen voordat jij bezig bent. Nee, dat gaan we niet doen. Maar we moeten nog heel even wat drinken halen, want we hebben allebei ontzettende dorst. Maar ik ga dus met een netrig vissen. Met erop echt een smerig dikke worm. Ja. Ja. En dan hoop ik dat ik hem zo kan... Kijk, normaal ligt hij dus zo, dat ik hem dus kan poppen en dat hij als een soort van dart zo weer naar beneden dwarrelt en dan rechtop blijft staan. Ja. En dat dan een supergrote snoekbaars of een baars dat ding even oppakt. Of een bot. Of een bot, maar dat moet een hele grote bot zijn. Maar we hebben al een keer het Nederlands gekocht. Ja. Goed, laten we gauw van start gaan. Het is wel altijd belangrijk als je in Amsterdam gaat sweetfishen. Tegenwoordig is het hier verplicht om een onthaakmatje mee te hebben en ze controleren erop. Dus neem hem mee als je hier gaat vissen. Wij gaan lekker aan de slag. En ik ben benieuwd, we gaan wel een visje vangen. Dennis! Moet het toch drinken halen of ga je er snel een vangen? Oké. Dennis denkt dat hij er eentje gaat vangen. Nou, ik denk het niet. Maar ja, je weet het nooit met Dennis. Dennis is een van de beste vissers die ik ken. En dat is altijd een van mijn vaste maatjes waarmee ik streetfishing wedstrijden vis. Dus het zou nog zomaar eens kunnen dat hij er nog wat uithaalt ook. Ik weet in ieder geval op de plek waar hij nu vist dat je daar vaak vast zit. Ja. Ik vind het dan zo mooi dat groene kantje met die algen en die rotsblokken die afgeslagen zijn door de golven. Ja, dat vind ik vet. Ja, is ook een mooi stukje. En ik heb hier echt hele dikke harden zien zwemmen. Maar goed, we halen snel wat drinken. Dan kunnen we gaan vissen, maat. Ja. Kom, zin in. We hebben een late sessie. Het is al bijna avondetenstijd. Maar ja, beste moment van de dag. Wij gaan gewoon eens even kijken waar we op die dikke worm kunnen vangen. Kan je zelf gewoon de supermarkt in? Ja hoor. Meneer Dennis, jij hebt een worm voor mij. Die is smakelijk. Ja, dat heb ik zeker. Mooi. Ik begin met dit hele kleine, lieve mini jichtkopje met weerhaakjes. En wat wil jij daar dan op? Een worm. Ja, een dik of een dun? Lang of een kort eigenlijk? Twee korte. Ik zet ze hier in het toffie. Ik maak een skirted jig. Wijkt nergens op. Maar dit wordt hem. Kijk, dit is mijn bait.
Ah, Fancy. Dan! Yay! Ik heb de eerste vis binnen. Wat een schatje. Kijk, een baars. Hij neemt één wormpje mee naar beneden. Joep. Als die aanbeet net als vet, ik draai hem zo omhoog. En ik voel zo echt op half water voel ik zo'n klein tapje. Ja? Ik laat hem stil hangen en ik voel zo. Oh, hey, domtje. Ja, hebben? Ik laat gewoon aan en. Ja, vet! Het nieuwe soort. Pam pam. Kijk. Pam. Als Dennis het vangt, dan is het nooit groot. Dat maakt niet uit. Met me denken aan, wat was zijn naam? Piet? Nee, een Jopie. Jopie. Ja, Jopie. Maar dit is Jopie Junior. Maar dit is wat ik bedoel. Kijk, met vissen staan, met wormen in Amsterdam. We hebben nu al twee soorten en ik ben benieuwd of we nog meer soorten gaan vangen. Ik heb echt wel hoge verwachtingen. Snoekbaars, bot. Bot, de grote bot kans. Zou echt vet zijn. Brasem, grote kans. Oep, doei. Lekker maat. Kijk eens. Vissen met wormpje, het is heerlijk weer. We hebben al twee soorten. Ik ben echt benieuwd wat deze dag gaat brengen aan soorten. Of deze avond moet ik zeggen. Maar er zijn zoveel vissoorten die wormen eten. De kans is klein, maar je zou zelfs een karper kunnen vangen. Als hij gewoon precies voor zijn neus valt en hij denkt lekker snackie, dan vreet hem gewoon op. Dat gaat gewoon gebeuren. Sorry. Ik heb er weer zin in het rovenseizoen. Ik vind het leuk om nu even actief te vissen. Licht hengeltje. Ik heb mijn Shimano Poison Adrenaatje gepakt met mijn Vanquish. Lekker licht. Ultra licht, ultra gevoelig baarsetje. Het is wel gewoon fijn om gewoon weer eens even actief met dat hengeltje. Gewoon te voelen wat je doet, het loodje over de bodem tikken. Je aas zelf actie te geven. Ik heb een paar aanbeetjes gehad, kleine vis, waarschijnlijk ook wel grondeltjes of kleine baarsjes. Misschien dat er zometeen ook iets knaps opklapt. Ik heb echt gekke dingen gevangen op wormen. Tot hele grote snoeken aan toe. Meer vallen. Ben benieuwd wat jij eruit gaat trekken zo. Je hebt nu een dropshotje aan, hè? Ja. Cool. Ik heb hier trouwens ook wel eens baarsen gevangen, dit stukje. Er zat hier al een stuk water, maar dat is er niet meer. Ja, hier heb ik ook wel eens baarsen gevangen, langs dit kantje. Ja. Zullen we het proberen? Ja, kan. Kan altijd. Oh, ik heb beet van iets kleins. Ja. Ja, ik heb hem. Haha, grommel. Master. Vet leuk. Ik vind die zo ontzettend mooi altijd. Jopie. Kijk. Ik heb Jopie gevangen. Grote bek ook erop, jongen. Nou, Jopie. Ga dan maar eens even doorgroeien. Ik ben alles kwijt of niet? Nee, ik heb hem naakt nog, maar die draaide ik toen in de voet zetten. Ik heb beet. Oh, ik ben alleen maar loodje kwijt. Ik heb beet. Ik had beet. Nee? Ja. Klein grommeltje, denk ik. Ik heb ook wel een snoekbaars bij die voeten gevangen, hè? Bij die grote. Oh, dat geloof ik. Ik heb beet. Oh, geef mij even zo een. Ja. Oh, wat is dit dan? Snoek. Wow. Jezus, gast! Trek het toch? Okay. Jezus! Nee, joh! Wat is dit nou? Wat? Ik had nog een heel klein stukje worm, want ik had daarvoor een aanbeet van een grondeltje. Oh, ga je moet je kijken, gewoon een baars van 40 of zo. Nee, joh! Wat? Ja, of deze pakte de grondel die eraan zat. Ik zweer je dat ik aanbeet had van een grondeltje. He? Ja, hij is hartstikke leeg. Wauw, hij is al los. Als je hem heel veel zo houdt, pak even de camera aan, dan moet ik hem heel veel filmen. Kijk eens, van een 40er. Hoppa. Dikke stadsbaars. Tenminste, dun. Dunne stadsbaars. Hij is helemaal afgepaaid, zie je dat? Eitjes zijn eruit. Kijk op dat. Het is gewoon een lange palingbaars is geworden. Het is wel een kreefteneter, dat zie je aan het oranje. Kleurstof. Supermooie vis. Echt mooi getekend. Ja, hij is lang, hè? Mm-hmm. Heb je niet een meter, het ding? Nee, ik heb hem niet meegenomen. Oh. Hij is wel lang. Hij is wel zeker 40. Hij is echt wel lang. Nou, mooie vis. Echt tof. Op blij mee. Gewoon midden in het stadje. En er zaten nog twee hele kleine stukjes worm op. Omdat ik daarvoor een aanbeet had van een grondel. En zo zie je maar. Nee, het is geen nieuwe soort. Maar wel een dikke jongen. Nice. Oeh. Wat vond je voor een zin? Draat-ie.
Juppie. Moet je kijken, heel bizar. Ik had op dit stukje worm, had ik dus die mooie baars. Echt vet. Ik was echt gewoon serieus, zo heel langzaam, steeds 4, 5 centimeter optillen. Ja, je wou hem ook uit het water tillen en dat lukte niet. Ik zag het wel. Jezus, jongen, ik sloeg me aan op een blok beton, dat was echt niet normaal. Kijk, kijk, dat heb ik net ook. Nou ja, ik zie het, ja. Dit zijn wel grondels hoor. Dennis, ben jij aan het downsizen? Ja. Eens kijken. Haakje 10. Ja, maar je kan lachen, hè? Dit is F314. Dit is de legendarische Gamakatsuke F314. Ja, ja. Daar worden zeebaars op gevangen. Ja, maar dan zeg ik, ik heb hier grote zeebaars op gevangen, jongen. Ja, mini haakje, maar dat doet gewoon een dikke mooie worm aan. Mini haakje, maar hij haakt altijd super mooi in. Ja. En ik weet niet precies wat hier nou gebeurt, maar ik zit nu zonder Ik heb nieuw worm van je nodig, jongen. Ja, die slinger ik hier gewoon. Zal er nog zo'n dikke baars liggen naast die pilaar? Ja, nou, we hadden al de geschreeuw van ons misschien minder, maar ik denk dat ze wel met meer waren, ja. Wel, hè? Meestal wel. Ja, wormen zitten in de wormenbak. Wie? Ah. Dit is trouwens best wel vet. Dennis die werkt dus tegenwoordig voor Stijn. En Stijn is de op twee na grootste marekweker van Europa. Juist. Leverancier van een aantal grote... Ja, wij doen van de einde dus heel veel witvis. Dus als je van witvis houdt en vorens en zo, dat spul allemaal. Ja. We doen lokvoertjes, maar ook gewoon kleine dingetjes zoals dobbertuigjes en... dat soort fratse hakenstekers. Ja, en klein spul. En maden en aas, toch? En ontzettend veel maden. Ontzettend veel maden. Hoeveel maden? Denk aan 15.000 tot 20.000 liter in de week. Jezus, dat kweek je zelf. Dat zijn vrachtwagens vol met maden. Wauw. Ja, wij produceren dat. Ja. Dus we hebben echt een kwekerij met ontzettend veel maden erin. Het ruikt ook bijzonder lekker. Ja. En als je Dennis nog niet kent aan mijn video's. Dennis is sowieso altijd mijn vaste streetfishing wedstrijdmaatje. Als wij samen wedstrijd vissen gaat het meestal heel goed. Kijk onze streetfish wedstrijd video. Ja, die is wel echt tof. Maar ik heb best wel wat video's gedaan met Dennis. Dennis ken ik al een aantal jaren. Hij is mijn oude collega geweest uit de Hengelsportzaak. Daar heb ik hem leren kennen. En hij doet dus tegenwoordig maden kweken. En ze zijn bezig met wormen en dat soort dingen. Dennis is ook valkenier, vogeltjes. En Dennis is een ontzettend goede visser. Hij is zelf een beetje bescheiden, maar Dennis is een van de beste vissers die ik ken. Vooral met pielen. Met dat pielwerk. Ja, jij pielde net een baarsvis. Ja, oké. Maar ik vermaak me wel. En ik mag binnenkort ook een keertje bij Dennis kijken in de madenkwekerij. Dat mag ik helaas niet filmen. Dat is allemaal top secret natuurlijk. Ik ga eens even kijken of we nog zo'n dikke baars kunnen. Of Dennis misschien wel. Ja, of een goede zet. Want we hebben nu twee soorten maar. Ja, ik wil eigenlijk wel 4-5 soorten. Dat zou echt. Ik wil eigenlijk gewoon een dikke flounder, zo'n dikke bot. Ja. Dat zou echt vet zijn. Dikke bot en iets snoekbaars moet. Ja, snoekbaarsje moet lukken. Brasen moet wel lukken, denk ik. Zeker als, nee, dat wil ik wel. Grote brasem bij Centraal Station. Zit er echt veel. Ja. Vooral bij die, waar al die grote, is het je vast? Nou. Non-stop vast vandaag. Ja, misschien toch jichtkopje vissen. Ja, maar dit gaat voor de, voor hetzelfde geld doe jij jichtkopje dadelijk niet meer. Dan nee, in één keer. Precies. En als het nou echt niks is, dan wissel ik wel. Precies. We kunnen ook sowieso nog Carolina riggen. Ja. Dat was wel trouwens echt een epische worf. Kan je die nog straks een keer herhalen? Ja, waarschijnlijk niet. Met een hoop gevloek. Dat was echt een mooie worp. Diep man? Ja? Ja joh. Dat is toch mooi? Wiebel mijn wormpje langs de muur. Ja, vis. Ja, dikke. Dat is een visvang of zo. Een mooie baars, hè? Ja, ook weer mooi. Deze mag jij laten zien. Kijk. Deze apart gekleurd? Hij is gewoon een beetje bleek. Ja. Heel voorzichtig, heel zacht. Kijk die wormen erin zitten. Ja, heel mooi man. Heel vet. Hier. Al die fancy kunstaasjes, helemaal nergens voor nodig. Nee, je kan gewoon met een paar wormen vissen. Dan vang je gewoon gekke soorten en zo. Ja, was sterk. Hou op. Nee joh, wat heb jij eraan dan? Hou ik uit. Wat? Wat heb je eraan? Ja. Iets heel groots of niet? Dus het voelde een tik, hè. Maar
Hij zit helemaal hartstikke vast. Nou is het vast. Kut. Haak uitgebogen. No, maat. Sunt? Dat is dus een truc, gewoon heel langzaam. Oh, dat was die haak met 1000 wormen eraan, ja, toch? Zo, maar dat was een dikke baars dan of zo. Het is zo diep hier. Het staat hier rond 5 meter of zo. Ja, mooie vis. Hoppa. Maat. Sorry, maat. Hey. Dit is echt meegepakt. Ja, die wormen doen wel goed, maat. Ja, ja, dat is. Wormen van Stijn is altijd fijn. De vis wordt zeker niet klein. Nee, zeker. Hebben ze. Kijk. Hoppa, mooie vis, man. Echt mooi. Gewoon weer een mooie 30 centimeter plus baars. Ik denk dat jij ook zoiets eraan had net. Ze zijn super sterk nu. Gooi hem weer langs de kade, liggen er gewoon veel. Ik scoop hem gewoon hier vandaan. Zeg maar, lag hier zo op een meter voor me. Gewoon hier langs gooien. Gewoon heel langzaam over de bodem heen jiggelen. Hangen. Dikke. Slap Rotterdam BV. Ja. Of. Maar het is wel een... Oh. Zo. Gast. Hier. Denzel is aan de beurt en heeft een mooi baars. Volgens mij heb jij een grotere. Of ik ben er gewoon als een pussy aan het doen. Ja, ja, dat kan ook. Ik ben een beetje bang om hem kwijt te raken. Nog, ja, ja, ja. Kijk uit hoor. Kantjes. Ja, hij is er door. Hij is er langs. Dit is een mooie vis. Volgens mij heb je echt een grote baars eraan. Zo, gast! What the fuck? Wat is dit dan gek? Dennis, oh my... Niet! Oh... Is die groter dan die van jou? Deze is groter dan die van mij, ja, zeker. Awesome sauce! Gast, dit is gewoon, dit is een vis van 45 of zo. No! On the lab, hé. Wacht, wat heb je gevangen? Mucho grandos. Oh baars. My god. Op een wormpie. Dennis. Er gebeurt nog niet zo heel veel bij mij, aangezien ik de hele tijd moet scherpen voor Daniel. Maar deze heeft ook gewoon rug. Ja, is heel mooi. Helemaal afgepaaid ook, dat zie je. Ja, heel gaaf. Die hebben al honger, die zit al vol op de grond. Ons water is inmiddels ook een graad of 19, hè? Ja. 19, 20. Ja, die vissen al lang klaar. Die leeft nog, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja. Wat ga je ermee doen dan? We gaan hem opeten. Wat is het? Nee, het is een baars. Het is een baars. Die ken je niet eens, toch? Jawel. Zeker wel. Ja? Ja, ze is super lekker. Ja. Maar hij gaat terug. Hij gaat wel terug. Je mag ze ook niet meenemen, want het is momenteel gesloten tijd. Heb je hem hier gevangen? Ja, zeker. Ja, nee, we hebben hem niet bij de visboer gehaald. Oké, okay, maat. Het kan wel zijn dat je hier eens helemaal... Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Ik ben nu vol trots. Geef me even een plonsje. Maat, wat een tanker. Wat? Fucking vet. Nog eentje vangen. Hoppa. Huts en door. Wat ziek. Wat een baars, hé. Ja, dik, man. We vangen gewoon 2,40'ers, 2,30'ers. Ja, dat is wel dik. Ja, nou, inmiddels al 4 grondels hebben, denk ik. Ik heb er al 3. Ja, lekker. Lekker Coca-Cola. Ja, Coca-Cola de Thierry. Kun jij eens even laten zien hoe je nu vist? Ja, zeker. Dat kan ik even doen. Pak even een paar dendrobena's. Mag er al een tijd niet meer mee vissen, maar een paling. Ja, dat is wel een hele dikke paling. Dit is gewoon een grote normale worm en dan heb je dat in. Ja. Ik doe er eentje, doe ik er zo op. Doe ik er gewoon super wacky. Gewoon lekker Amerikaans. Ja. Dan doe ik die, pak ik die grote, die rijg ik er eigenlijk als het ware overheen. Ja. Want die rekt ook nog uit en die wordt gewoon mega lang. En ik wil ook niet dat ze alleen dat staartje eraf bijten. Deze is ook nog wel echt heel groot. Normaal haak ik hem nog een keer wat over, maar die scheurt toch wat uit. Ja. En dan doe ik weer, hoe heet dat? Eentje doorrijgen, zie je? Mm-hmm. Zo, dat houdt hij me mooi een beetje mee terug. En dan doe ik er nog eentje weer zo, ja, als het ware als stoppertje. Deze is sterk, die wil niet. En dus verliest het van de worm. Prik. Die doe je er weer wekkie overheen, zeg maar. Ja. Dat doe ik nu. In ieder geval, en zo krijg je een hele grote... That's it. That's Stel it. Niet zoveel voor, hier kopje met een soortje wormen eraan. Ja. 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 Eigenlijk gewoon een soort van een octo-worm. Ja. Ja, heel sick. Het gaat beter als verwacht, om heel eerlijk te zijn. Ja. Ik weet niet wat jouw verwachtingen waren, maar... Nou ja, ik hoopte op wel wat visjes. Maar alleen een paar van die hele dikke baars had ik niet verwacht. Nee, nee, precies. Ik had ook wel vis verwacht. Ik zou het wel leuk vinden als er nog andere soorten bij komen. Ja, maar ik had veel van het kleine spul verwacht. Die twintigertjes, we vangen alleen maar dikke.
Ja. Weet je dat ik dit vorig jaar ook had in Alkmaar? Toen was ik was ook net voor het eind van het gesloten seizoen. Ik denk eerste week mei of zo. Ik ging met Frenzen met wormenvissen zetten. Vingen ook 640ers in de stad. Ja. En wat vind jij er nou van? Van, hoe heet dat? Van wormenvissen in de gesloten tijd? Nou ja, ik vind de eerste weken moet je sowieso niet doen. Even moet wachten tot het water echt aan het opwarmen is. Als het water een graad of 15 is, dan zijn ze echt wel al lang klaar, die baarzen. Ja, dan gaan de karpers beginnen. Ja, en ja, kijk, snoekbaarzen moet je gewoon sowieso niet nu op die nesten, op die rivierplas en zo. Dan trek je ze van die nesten af, die mannetjes. Dat moet je niet doen. Ja, zo in de stad, die vissen die zijn al zeker een maand klaar met paaien. Een baars die legt zijn eitjes af, die doet voor de rest al niks meer, hè. Dat blijft liggen. Dus ja, dat kan prima. Ik ben het wel inderdaad met je eens dat het inderdaad in het begin, zeker als je al die volle vissen hebt. Ja, het water was ook nog koud hoor dit jaar. Het water was nog lang koud en die gesloten tijd is er niet voor niks. Dus ja, ik vind ook gewoon, je moet gewoon wachten. Vroeger was er ook een wormenverbod, hè, deze tijd. Toch? Ja. Ja. Sommige plekken geldt die ook nog steeds. Ja, of hebben ze hem weer laten gelden. In Amersfoort bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat terecht. Dat was volgens mij voor de baling toen de tijd. Maar... Ja. Kijk, jiggle jiggle. Mis je hem? Dat was een veel te klein visje. Dat weet je niet, hè? He gone. 1 minute 37 seconds later. Gewoon weer niet live op. Dit is gewoon weer mooi, hè? Gewoon weer een maat. Jongen. Oei. Hoep, hoep, hoep. Dat gaat niet om dat moet. Gewoon weer een mooie vis, man. Sorry, ja, ik ben naar die hond op kijken. Dat is exact dezelfde hond. Nou, dit in de wedstrijd. Alleen maar van dit soort vissen. Ja. Goed. Nou, mooi man. Heel gaaf. Heel vet. Goed bezig. Arvidage. Arvidage. Ik wil je eigenlijk niet meer wegnemen. Wow, die baars van jou was lang, jongen. Mm-hmm. Baars eitjes zijn in een witte sluier. Heel apart. Hey, recording. Wat heb jij, Daniel? Ja, hele dikke baars. Lukt het met het net zo? Oh, mijn koper batterij is net leeg. Maar weer een 40er. Echt bizar. Ongekend dit hoekje. Ja, ik snap er niks van. Kijk dan mooi in een velletje. Een slappe aanbeten. Ze zijn zo sterk op het moment. Dus. Dit soort vissen, deze is dik 42 centimeter. Het is niet de grootste van de dag, maar moet je kijken. Helemaal afgepaaid, slank. Ja, super. Hij is duidelijk al een keertje gevangen. Oh ja. Hier een piercing. Lange vis. Wel mooi, deze is wel mooi qua vorm ook en alles. Ja, ja, ze zijn allemaal slank, ze zijn allemaal leeg. Maar dat is perfect. Wat een bakbeest, joh. Ja, dat sterk zijn ze ook. Ze zijn super sterk. Ja, het water is hartstikke warm. Ik was afgelopen weekend was ik vissen. Dat was water 19,2 graden. Baars die paaien ongeveer bij 11 graden. Lekker man. Ik denk dat we nog heel even 5 minuutjes proberen. Dan gaan we naar het Centraal Station. Even kijken of we daar een dikke braas of zo kunnen vangen. Of heel misschien zelfs snoepbaars. Lekker! Ja, thanks. Kijk, een medevisser. Super vet. Vist op die steentjes in het ondiepe. Zo dik. Vuurt de schommeltjes aan het jagen. Super vet. Vangt die iets? Ja, dat weet ik niet. Ik wil duiken. Misschien vangt hij een heel klein spul dat je niet goed ziet of zo. Kijk man, de wildlife of Amsterdam. Een kanaalgansje. Duiven. Ja, hij valt. Ah, hij had de gondel. Ja. Ja, ja. Even. Ja, ik zag het. Even. Hey, wil je wel even doen? We pakken zo'n pontje gelijk naar de overkant en halen we lekker een kratje van Amsterdam.
Wat? Waar? Pontje aan de overkant, pak wat lekkers van het buiten van Amsterdam. Ja, ja, die weet ik ook. Ah. Ben je beet? Ja, maar dat was brutal. Ik weet niet wat het was. Dat was snoekbaars, gast. Al je wormen eraf. Heel je sloeg niet eens. Nee, ik had het niet. Het was wel weg. Huh? Moet snoekbaars zijn geweest. Proost. Eet smakelijk. Volgende keer nemen we, zeggen we tegen die lui, oh, we laten jullie teentjes in als wij 10 van die zakken krijgen. Die eet jij wel op, hè? Allemaal. Ja, we gaan even lekker smikkelen en dan is het doel om een snoekbaars of een braasem te vangen. Of een bot, een van die drie. We willen eigenlijk een derde soort en misschien ook wel een vierde soort. Zou mooi zijn. We zijn nu bij Amsterdam Centraal. We hebben een pontje gepakt. We gaan lekker een pont hoppen. Het is nu 8 uur. Tijd om even te eten. Lekker man. Zo. Mini worpje. Lekker beet. Snoepbaars? Ja, snoepbaars. Ja, ja, je hebt een snoepbaars, maat. Lekker, gast. Super vet. Ik had ook beet trouwens, maar ik hem weg. Want we hebben een snoepbaars. Eerste worp ook gewoon hier. Nice. You've got a snoutbeers. Snekelboor. Alsjeblieft. Ik ga deze binnenhalen voor ik vast zit. Hij is klein, maar zeker welkom. Het is bizar, hè? Dat je op een soortje wormen dit allemaal kan vangen. Ja, leuk, hè? Hartstikke hop, mooi. Hop, deed hij. Oh. Maar daarvoor hebben we een ontwaakmat. Kijk, dat is ook het mooie aan wormen, hè? Je hoeft niks te doen, want die wormen doen het al voor je. Die bewegen ja, gewoon. Ja, sommige mensen vragen wel eens, nou, wat voor kunstaas raak je het beste aan? Ik vang niet zo goed. Ja, gewoon wormen pakken, weet je. Je hoeft ze alleen maar in het water te hangen. En ja, weet je. Hey, nice. Ja. Mooi klein snoekbaarsje, hè? Nou, als ja, derde soort. Het is geen monster, maar ja, wel leuk. Super vet. Cool. Zal ik hem teruggooien? Ja. Floepie, floepie, snoekbaars. Hoppa. Jezus. Jij zit vast. Ja, de kabel. Nee, stroming gaat nu naar links. Dus hij wordt er helemaal ondergezogen. Nee, dus moet hem snel binnenhalen. Het is altijd gevaarlijk, dat slackline in die stroming hier, jongen. Jezus. Snoekbaarzen. Oh, oh. Sorry. No. Dat op de brazen op het gras. Ja, dat zou kunnen. Heel langzame, smerige aanbeet was het. Ik zou al zo'n winden willen vangen, jongen. Er zitten hier ook dikke tanks, jongen. Midden tussen de gebouwen in zit er nogal wat natuur. Een alischolver. Wowzers. We gaan nog naar 1 of 2 stekjes, denk ik. Ja, zoiets, ja. Ik heb er 2 die ik wel graag zou willen vissen. Is goed? Is goed? Ja? Ja, kijk, wilde kanovaarders. Kajakkers. Kijk, en naar boven zie iemand aan het schommelen. Wee! Vind jij dit plaatje ook zo boeiend? Leem. Moet ik maar cameraman worden. Dat zou mooi zijn. Pas de camera, man. Kom, we gaan aan de overkant. Nou weer. Nou, hoppa, hoppa, hoppa. Dennis heeft er een, Dennis heeft er een. Heb je snoepbaar? Nou, laat eens even kijken, wat een monster. Oh, nieuwe snoepbaars. Tiny, wow. Tiny, tiny. Dat is wel mooi. Visje. Zal ik hem even hun teruggooien? En dan wil ze hem opeten. Senor! Wormen, wormen, wormen. Het is inmiddels 9:30. We hebben nog een kwartiertje om te vissen. Laatste kans van de avond. Om 9:45 komt onze pont. Die is gratis. Gaan we naar de overkant, gaan we naar NSM Werf. Dan gaan we naar huis.
Dus we hebben nog een kwartiertje de tijd om deze fantastische wormen aan een haakje te doen. En er een dikke vis mee te vangen. Zo sad. Maakt niet uit, we hebben echt een goede dag gehad. We hebben echt een goede avond gehad, laat ik het zo zeggen. Ja, dat was echt leuk. Ja. Zeer leuk. Jij vangt alleen die snoepbaars en ik niet. Ja. Ja. Maar is niet erg. Mensen met talenten voor, hè? Ja, drie soorten hebben we, man. Ja. Wat dik. We gingen eigenlijk voor de 4 of 5. Ja. Maar die vliegen ging helaas niet op. Maar het is nog niet afgelopen. Nee. Maar ik wil zelf nog een snoepbaars proberen te vangen. Goed. Kwartiertje nog, de tijd. Ik zet mijn GoPro aan. Gaan we naar verrammelen. Tjus. Kijk dan, dikke flapper. Dennis! Nee joh! Gast, je gelooft het nooit. Je gelooft het nooit. Je gelooft het nooit wat het is. Een bot. Nee joh, ik had een bot. Ik had de snoekbaars aan de andere kant. Echt? Ja. Gast. Ik stond zelf vis te maken. Nee joh, gast, ik heb een bot. Ik heb die van mij wel terug hier. Fucking vet, hé! Fucking dik, hij was sterk! Ja, het bot is altijd naar pleuren gesteld. Moet wel opschieten of niet? Weet niet, hoe lang hebben we nog? Pak die camera. Ja, we moeten nu gaan. Maar jij. Ja, anders pakken we een later. Nee, het duurt een half uur. Sketchy bot wel. Kijk dan. Holy shit, dikke bot. Soort nummer 4. Gauw terug, pop! Allebei. Dennis. Sorry hoor, dit gaat een beetje bogen worden, denk ik. Dennis. Ik had de GoPro al niet meer om. Heb je vis? Ja. Wauw. Kijk, dit zijn echt heel anders gekleurd, zie je dat? Ja. Dit zijn broer en zus. Super vet. Nice. Nou, dat is dan een afsluiter, hè? Ja, wacht even. Ga even zo doen. Zo! Hallo. Nou, wat een afsluiter. Allebei nog een baarsje, een double hookup. Double mini hookup. Ja, dit zijn wel echt cuties, jongen. Dit is de cutie van de dag, de afsluiter van de dag. Na alles wat we gevangen hebben, kan het er wel. kan het wel zo. Zeker. Plop. Maar echt, jongens, wat een dag hebben wij gehad. Wormen, kan gewoon. We hebben lekker gevist. Goed gevangen, hè? Echt goed gevangen. En zeker ook. Buiten de gesloten tijd, straks, als gewoon de zomer begint, wormen blijven gewoon een super goed aasje. Ga dat eens proberen. Neem een soortje van die dendrobena's mee. Neem een soortje dauwpieren mee. Wissel wat af. Ik heb vandaag serieus de hele dag gevist met een 4 grams mini-jigkopje met een heel klein haakje erop. Dat ging super. Dennis heeft een beetje afgewisseld, dropshot, wat grotere jigs. Ja, het werkt allemaal eigenlijk. En ik heb ook wel eens met Caroline en Rick op deze manier gevist. Het gaat allemaal best prima en ik heb een wijze leuke dag gehad. We hebben echt waanzinnig goed gevangen. We hebben alleen een avondje gevist en nou, volgens mij al een visje of 20. En een paar hele knappe erbij. Moesten net helaas heel erg opschieten voor de pond toen ik die bot had. Ik was hem alweer bijna vergeten, maar wat was dat vet. 4 soorten, dus ook nog een zoute soort. Heel erg dik. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden dat Dennis er weer een keertje bij was. Ja. Laat het even weten. Ja, laat het even weten hieronder in de reacties. En ik heb een goed idee. Dennis die is net verhuisd. En Dennis die is natuurlijk valkenier. Die houdt van haviken, buizerds, vogels, dingen, arenden, weet ik het allemaal. Als deze video 1500 likes haalt, dan ga ik daar binnenkort bij Dennis op bezoek. Gaan wij karpers vangen. En laat ik jullie al die zieke, vette roofvogels zien. Is dat een goed idee? Ja, prima. Nou, ja, ik ben mij eerst informeerd, maar nee, prima. Ja, ik vond het wel een goed idee. In ieder geval bedankt voor het kijken weer. Geef een likeje. Hè? 1500 gaan we dus langs met Dennis. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Ik zie jullie graag weer aankomende woensdag om 7 uur bij een nieuwe video. Thanks voor het kijken en de mazzel. En veel plezier met de opening van het roofvisseizoen. Ja, jij ook. Dikke vissen vangen met vormen.